weer hetzelfde verhaal. We willen dat er gebouwd wordt, maar het uitgangspunt zou toch wel de bomen, de oudere bomen moeten zijn. Inderdaad, 50 jaar is toch al aardig wat. Voor bomen planten, maar het is zo onduidelijk als maar kan en toch zegt hij van akkoord. Reactie van de wethouder op de inspreker, de heer Robo. Waarom wachten we niet op die groenparagraaf en waarom is het bestemmingsplan gewijzigd? Stel ik eigenlijk voor dat de wethouder het hele onderliggende stuk terugneemt en opnieuw indient als de groenparagraaf klaar is. Nou, ik ben toch wel een beetje verbaasd over het gemak van, en dan kijk ik vooral ook naar CDA, die in het verleden gevochten heeft om elke beetje dikke boom in een bestemmingsplan te krijgen. Nu wordt er geaccepteerd dat dat gewoon niet is gebeurd. Over die mooie woorden van D66, ja, dat laat ik dan maar voor wat het waard is. En natuurlijk wil iedereen dat daar gebouwd wordt. Dat is elke keer hetzelfde verhaal. We willen dat er gebouwd wordt, maar het uitgangspunt zou toch wel de bomen, de oudere bomen moeten zijn. Inderdaad, 50 jaar is toch al aardig wat. En dat zou het uitgangspunt moeten zijn van elk plan. Het is al begonnen met Neo-Deo, dan praat ik al van voor 2010... En nooit lukt het. En ja, ik vind dat een grote frustratie. Ik bedoel, ik ben maar een eenmansfractie, maar ik hoop toch wel dat GroenLinks hier, in tegenstelling tot je groene coalitiepartners, daar toch wel met een flink voorstel komt. En dan ga ik dat steunen. Dat spreekt voor zich. Hier allemaal dingen over de campagne en D66 wil 10 miljoen bomen gaan planten. En nu hebben ze de kans om ze te behouden. En zeggen ze van ja, weet je, van ons hoeft het allemaal niet. Ik hoor niks over een motie. Laat staan een amendement. Gaat D66 nou iets doen om die bomen te redden of niet? Maar wat betreft het groen, ook even in verlenen van wat de inspreker aangaf, wordt daar voldaan aan die randvoorwaarden. We lezen iets over 300 bomen waarvan 95 gekapt. En dan, ja, voor een afweging, om dat even goed te kunnen checken, is het wel fijn als al die stukken erbij zitten. Hè? Dus tot in die steden kunnen garantvoorwaarden van ja, monumentale bomen moeten behouden blijven. Nou, dat zien we wel terug. We zien uitgangspunt is boombehoud. Nou, ja, geen idee of daar goed naar gekeken is. Ik kan het gewoon niet checken. Alleen voor die compensatie moet wel beter. Nou, ik vind het moeilijk dit in te schatten. Want het gaat voornamelijk om de staat van de bomen. Nou, daar hebben de boomridders ook vaak over gehoord dat dat niet helemaal klopt. Wij hebben in het bomenplan afgesproken dat alles met een dikte breder dan 20 centimeter eigenlijk niet gekapt mag worden zonder kapvergunning. Het is ook niet duidelijk hoeveel van die bomen van die 96 die gekapt worden, hoeveel dat er zijn. Dus ik vind het eigenlijk nogal vaag. Ik vind het goed dat het een concept is. Alleen als er maanden aan zo'n bestemmingsplan wordt geschreven, dan moet dit gewoon op orde zijn. En dat is het niet. En daarom hebben wij er moeite mee. Nee, de dikte, nou, die kan ik u ook wel vertellen. Die is echt gewoon dik genoeg. Je bent voor bomen planten, maar het is zo onduidelijk als maar kan. En toch zegt hij van akkoord.